I love it. I grew up on it. I studied it. Wallace Roney vindt het prachtig, die opname van Miles Davis met het orkest van Gil Evans uit 1958 en 1960. Sketches of Spain en Porgy and Bess. Die platen waarvoor orkestleider Gil Evans nieuwe arrangementen had gemaakt. Een jazzorkest, dat wel, maar met tuba's en horens, fagotten en hobo's. Het werden cultplaten in die tijd en nu zijn ze klassiek geworden. Or if you want to call it Afro-American classical music. Dit is de muziek die Roney speelt met het Metropoolorkest. I love it. I really enjoy their musicianship. I had been hanging around Miles since 1983. De jonge Roney, hij was toen 23 ongeveer, kwam veel bij Miles Davis over de vloer, altijd als Miles thuis was in New York. You know, anytime he was around, I was there, you know. And he was just being himself. He was probably the coolest individual I have ever met. Miles had eigenlijk nooit leerlingen, maar voor Roney heeft hij een uitzondering gemaakt. Hij leerde Roney zoveel mogelijk over muziek. But what he taught me, it was definitely music. It was definitely trumpet or the art of the music. You know, Charlie Parker, Dizzy, Monk. Over akkoorden, over grote jazzsterren waarmee hij zelf had gespeeld, als Dizzy Gillespie en Charlie Parker. En ook over hoe je je solo's moet opbouwen. Kortom, over de kunst van het muziek maken. We talked about those things, or he would show me things that he learned. Zo op het eind van zijn leven, Miles stierf in 1991, wilde hij nog eens muziek spelen uit zijn verleden. Speciaal dan ook de muziek van Gil Evans, met dat grote orkest. He started really wanting to do the music with Gil Evans. It was in the 1991. En dat gebeurde ook, een paar maanden voor de dood van Miles Davis in Zwitserland. En hij wilde dat Wallace Roney naast hem op het podium zou staan en ook zijn partijen regelmatig zou meeblazen. And he asked me to do it. I mean, he'd been saying it all along. And so I got ready to, you know, I started getting ready to take it serious. Hiermee werd Wallace Roney als de leerling van Miles echt beroemd. And it's a dream to work with him tonight for the first time. My love, my brother, and one of my favorite musicians and idols, Miles Davis. Hij is de beste. Nee, echt serieus. Ja? Kijk, in zoverre dat Wallace Roney is eigenlijk zijn hart, zeg maar, dat ligt het meest dicht bij de oorsprong. Hè? Zegt Ruud Breuls, trompetist, lid van het Metropoolorkest, zelf ook vorig jaar deze muziek gespeeld, hè, als solist. Ja. En nu dus met, ja, mag je zeggen, de erfgenaam van Miles Davis? Ja, mag direct. Ja, vind ik wel. Ja. Er zijn natuurlijk nog heel veel vertolkers van Porgy and Bess enzovoort. Hè. Laat ik zo zeggen, die anderen spelen hun eigen ding, wat ook heel mooi is. Die gebruiken dus dezelfde muziek, maar spelen hun eigen ding. En Wallace is ook zichzelf, dus maar één Wallace Roney. Dus hij klinkt ook anders dan anders. En, maar je hoort bij hem echt de Miles. Voor het Metropoolorkest, ja, is het niet de eerste keer, hè, dat jullie met hele grote muzici spelen. Dat doen jullie vaak. Hoe belangrijk is dat voor het orkest? Ik denk dat het goede voor ons is dat we daardoor zelf ons zo bevoorrecht voelen, omdat het ons versterkt in onze muzikale beleving. Hè, dus wij hebben deze muziek nodig om zelf de kunstvorm, de artvorm, om die hoog te houden. En die mensen trouwens, die vinden het vaak ook wel geweldig om bij jullie te komen. Omdat jullie een orkest zijn. Ja, nu zitten er geen strijkers bij, maar normaal gesproken zitten er strijkers bij. Ja. En dat schijnt redelijk uniek te zijn. Dat is uniek. Er is gewoon, on a regular base is er maar één orkest in de wereld die dat doen. Hè, de rest is gewoon een telefoonorkest. Het zijn ook geweldig, die worden bij elkaar gebeld natuurlijk als het nodig is. Maar de sfeer die in een Metropoolorkest hangt, de sfeer onderling, is zo'n familiaire sfeer waar iedereen voor elkaar speelt. De artiesten die met ons spelen, die voelen dat. En dat krijgen we heel vaak terug te horen. Ze voelen zich op hun gemak bij ons. En ik denk serieus dat buiten dat we alleen maar 200% goed willen spelen, voelen zij ook gewoon dat
there's a nice atmosphere, weet je wel. Er is geen, dat is heel belangrijk, een warm, nice atmosphere. Voor veel jazzliefhebbers is Miles Davis nog steeds een godheid. Hij was een van de meest vernieuwende muzici uit de jazz. Ook Wallace Roney heeft ongelooflijk veel respect voor Davis. Maar hoe is het dan om die muziek van je eigen leraar te spelen? Veel mensen vergelijken hem met Miles. Het is als een soort schaduw. Heeft hij daar geen last van? No, it's none of that. That's what people want to... I'm not going to even justify that. I do whatever I'm going to do anyway. It's no shadow for me. The shadow is the people that try to ask me, is it a shadow? Ik doe gewoon wat ik doe, zegt Roney. Die mensen die daar steeds over praten, die zijn een schaduw. Maar ik ben blij dat ik dit nu eens kan uitleggen. You know, when the clubs call you and say, or the festivals won't let me take my band, but they want me to play this tribute, that tribute. And I said, well, you know, man, y'all really exploiting. Ik word wel steeds gebeld door mensen die mij vragen voor een tribute to Miles, een eerbetoon. Zij misbruiken Miles nog steeds. You know, so I mean, if you really want to tribute Miles, let me go ahead and play with my band, and you're going to hear all the Miles you want in my trumpet playing, no doubt. In mijn spel hoor je altijd de invloed van Miles. Maar laat mij nou gewoon met mijn eigen band komen optreden, mijn eigen muziek spelen. Dat is mijn eerbetoon aan Miles. Ook de muziek die hij in Den Haag speelt is nauw verbonden aan Miles Davis. Maar Wallace Roney vindt dat niet erg. Bovendien gaat hij zijn leermeester niet kopiëren. It is definitely possible to play exactly like Miles, his solos, because I studied them. But then I wouldn't be improvising. I'd be just playing his solos. So when I play, I'm going to be improvising just as he did. Not his solos. Zo'n 90% van de muziek is improvisatie, zegt Roney. Ik zou Miles precies na kunnen spelen, dat heb ik zo gestudeerd. Maar dan zou ik niet improviseren. Ik maak mijn eigen statement. Wat Miles heeft gedaan, probeer ik verder te ontwikkelen. En met deze muziek zou ik wel de hele wereld over willen reizen. To me, the Gil Evans stuff is almost classical. So I have no problems with that. Again, I could tour the world with that. And that's fine. That's... You're happy playing here in The Hague, doing these beautiful arrangements. Very happy. Very happy.